Kruis bedanken, want die heeft mij eventjes gratis 2 EL12 cadeau gegeven. Want in een van de 5 tot 10 waren de EL12 flink afgezakt. Zo. En ik belde hem op. Ik zeg, ik had gehoord via 4 dat hij nog EL12 had liggen. En dat ging heel leuk. Ik kwam, het doosje kwam aan en ik verwachtte een pakbon. En ik had het hele doosje losgetrokken. Nergens een pakbon. Ik denk, hoe kan dat nou? Wat moet ik nou betalen? Geen gironummer, niks. Kom binnen. Dank u wel. Zo, zal ik de bandrecorder aanzetten? Wordt over de hoort na aflopen. Ja. Zo. En afijn, ik had het hele ding losgetrokken. Nou, toen heb ik de raad heb ik gebeld. Ik zeg, meneer Van het Kruis, er is geen pakbon. Nou, zegt hij, je krijgt ze voor niks. Nou, u weet zelf wat EL12 kost. Ja, dus, kost wel wat. Hè, ik bedoel, dat vind ik een hagelnieuwe dingen. En daar hebben we dus aan meneer Van het Kruis hebben we dus te danken dat prachtige geluid. Perfect. Ja, en de andere 5 tot 10, daar zit een tungsram en een telefoonke in. Die telefoonke was helemaal teruggelopen, maar ik heb mijn tijd aan laten staan. Die is helemaal bijgetrokken. Dus die is vrijwel gelijk een andere. Fijn, u heeft het gehoord hoe die speelt. Nou, en dan wil ik ook nog deze meneer Seilmans bedanken, want ik vind het een hele eer dat hij mij gevraagd heeft om over de 5 tot 10 een lezing te geven. Het ging heel leuk. Ik was bij Arthur Bauer in Duiven, Drecht. En meneer Seilmans die kwam en die zei, Ben, zegt hij, wat is de mooiste radio van Groenden? Ik zei, nou, dat is de 5 tot 10. Nou, zegt hij, wil je daar een demonstratie en een lezing aan wijden? Ik zei, nou, dat wil ik dolgraag doen. Ik zeg, wat is de mooiste radio, de mooiste bandrecorder van Groenig? Nou, dat is de TK60, dus die heb ik ook aan het drukken. En nog een paar nostalgische machines erbij, onder meer dus één van 1947, de 711, de eerste. Die gebouwd is toen Duitsland nog helemaal in puin lag. En die heb ik ook spelend. En nou ja, zodoende is het spul hier dus eigenlijk dankzij meneer Seilmans hier bij elkaar gekomen. Ik had het geluk dat ik, gisteren was ik hier om 1:30 en ik had een ontiegelijk geluk dat ik de zaal in kon, want ik was helemaal alleen. Ik heb het dus allemaal alleen op moeten bouwen, de spullen aan moeten sluiten enzovoort, de stoelen klaarzetten enzovoort. Want Max Ramali die is jarig, dus die is thuis. Maar dan gaan we zo zoetjes aan dus beginnen aan de 5 tot 10. Nou, we beginnen bij een toestel altijd dus met de antennekringen. He, dat is het eerste. He. Nou, dan gaan we even hier kijken. Ik ga even aan deze kant staan. Ik hoop dat we het allemaal goed kunnen zien. We gaan hier eigenlijk nu van een gewone parallelkring gaan we schritwijze gaan we naar een bandfilter toe. Hier heb ik getekend een gewone kring zonder iets. Dus een spoel met een condensator. Die dus, laten we zeggen, dat die staat op 1 MHz. Dan maar even zeggen. Nou, hier kan je dus verder weinig mee. Je kan via een andere kring los inkoppelen. Je kan van boven met de condensator iets doen. Maar wat doet Grundig? Die zegt, wacht eventjes, we doen het volgende. We halen deze spoel los en we zetten hier een condensator van 1 aan de varen. Die is dus groot tegenover de 212. Zal ik even wachten? We zetten een condensator van 1 aan de varen de serie. Dan hoef je in het hoge gebied helemaal praktisch niks te verstemmen. En aan de onderkant moet je wat verstemmen, maar om dat toch gelijk te krijgen, kan je de vorm van de draaibare plaat iets veranderen. Dan heb je ook meteen een mogelijkheid hier om een antenne aan te sluiten. Deze spoel zit eromheen om te voorkomen dat je laagfrequent brom krijgt, de bekende modulatiebron, als er iets in het net zit of wat dan ook. En deze spoel, dat is een voorafstemming. Hiervoor zit namelijk de korte golfinkoppeling, dat is heel simpel. En hier is dus, wordt dus het korte golfgebied gesperd en het middellang gebied wordt doorgegeven. Hier hebben we dus een voetkoppeling. Dat is dus één kring. Hoeveel is die variabele condensator? Die is 212 puf. Oh ja, u zit hem hier erg ver vanaf met 212 puf. Dat is ook een hele typische waarde, omdat er dus twee middengolven op zitten en een lange golf. Hebben ze dus een kleine capaciteit en dan krijg je een beetje vergrootglas effect met afstemmen, dat je prettig af kan stemmen. Nou, maar dit was Max nog niet voldoende. Dus zegt Max, wacht even, we gaan het volgende doen. We gaan nog een stapje verder. 2 nanofarad in serie met 2 nanofarad is ook 1000 puf. Ja. Dat kan, dan verandert er niks. Maar er komen wel een hoop mogelijkheden vrij. Kan u het allemaal volgen als er vragen zijn? Ja, ja, prima. Dan doen we het zo. Hier hebben we dus in feite hetzelfde als dit. Alleen we hebben hier 2 condensatoren in serie. Maar nou komt er een mogelijkheid. Als deze kring in resonantie is hier, dan ontstaat hier over deze condensator een relatief flinke spanning. De Q-spanning, de opslingerspanning. Nou, die opslingerspanning wordt hier over die 2 condensatoren verdeeld. Maar het is dezelfde spanning. Dan gaan we nog een stapje verder. Weet je wat, zeggen we? We komen hier binnen, we hebben hier de Q-spanning staan. We pakken de halve Q-spanning. Want hier pak je de halve spanning.
En die voeren we toe aan een tweede kring. Dus de boer wordt hier gehalveerd, dan worden de storende signalen enzovoort worden ook mee gehalveerd. En hier wordt die spanning die al opgeslingerd is, wordt nog een keer opgeslingerd. Nou, dan heb je een pracht van een bandfilter natuurlijk. Dus het signaal dat komt eigenlijk al helemaal compleet voorgeselecteerd, haast net zo goed als met een hoge frequentlamp, komt het op die 85 terecht. En hier zit weer de bekende spoel overheen tegen de lage frequentbron. En hier hebben we weer de voorafstemmingsspoel van de antenne. De antenne is namelijk al pas voorafgestemd, dus dat er dus geen harmonisch aan de korte golf enzovoort erheen komen. Heeft u het allemaal kunnen volgen tot op heden? Zijn er vragen? Ingenieus is het. Ja. Ja, het is Max hoor. Ik heb het alleen maar uitgezocht hoe het zat. Daar ben ik wel tijd mee bezig geweest. Maar Max Groenig is de grote uitvinder ervan. Nou, dan gaan de signaal hier dus verder naar de E85 toe. Ja, dan wordt het op de bekende manier verwerkt. De E85 heeft in zijn anode dus drie breedbandkringen zitten. Voor middengolf 1, middengolf 2, middengolf 3. Die het hele spectrum doorlaten. Dus ongeacht waar het afgestemde signaal uit de anode komt, komt het overal eigenlijk op hetzelfde niveau komt binnen. Heeft u het allemaal kunnen volgen? Zijn er vragen? Die afstemcondensator, zit die op één as? Ja, die zit op één as. Zit er geen andere aan? Nee. Ja, hij zit gecombineerd met de FM-condensator op één as. Ja, dat maakt verder niks uit. Er zit dus de oscillatorsectie zit erop. En dan dus de twee 212 puffs van de bandfilters. Je kan het hier ook op het chassis zien, dat is één as. En er zitten dus drie AM-condensatoren in en één dus voor de oscillator en de antenne van de FM. Nou, als u het allemaal begrepen heeft, dan wil ik eigenlijk voorzichtig een stapje verder gaan. Heb je het allemaal kunnen volgen als er vragen zijn? Vraag? Ja, het is waarschijnlijk wel zo dat de afstemkringen, omdat ze dus nauwelijks gedempt worden in dit geval, dus lekker breedbandig zijn. Klopt dat? Nou, nee, juist scherp opslingeren, omdat ze niet gedempt worden. Juist scherp omhoog gaan. Oh ja. Tuurlijk, nou, zijn kring breed moet hebben, ga je dempen. Dan kom ik straks met de hoge toonuitkoppeling nog terug. Ja, maar juist als ze niet gedempt zijn, dan krijg je een lekkere piek, die lekker scherp afstemt. Dat is waar, dan verlies je wel die hoge toon. Ja, dat is altijd een probleem met AM, dat weten we. De 9 kHz is onverbiddelijk, hè. De bekende 9 kHz filter, hè? Dat zit hier dus aan de zijkant in. Dan kan je dat zien zitten onderaan bij de afstemknop. Dat is altijd met AM. Hè. Je moet kiezen. Ja, bandbreedte, ja, breed. Ja, dan heb je kans dat ernaast liggen de stations er doorheen komen. Ja, smal, ja, dan ben je selectief. Maar ja, het is dan, ja, smal, daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon een wet van mede persen, daar verander je gewoon niks aan. Hoe meer je de kringen opslingert, ja, en bijvoorbeeld als je middenfrequenten heel los koppelt, dan krijg je dat ook. Dan krijg je een enorme selectiviteit. Maar ja, dan heb je echt weinig hoge tonen. Maar je hebt wel geen storing van naastliggende zenders natuurlijk. En het is of het een of het ander. Hè? Ja, en koppel je ze heel breed. Regelbaar maken de bandbreedte. Dat wordt ook gedaan. Dat zit hier ook op de AM. Zit ook regelbaar. Dan kan je dus een spoel op overkoppeling draaien. Dat die dus bijna tegen de bovenspoel aan zit. Dan heb je echt dit. En als je naar boven gaat en terugdraait, wordt die zwakker. De koppeling wordt minder. Maar de opslingering wordt meer. En dat compenseert elkaar. En een prachtige scherpe krom om af te stemmen. En dan komt die Q-factor komt echt opzetten, want de demping is weg. Hoe losser de koppeling, hoe hoger de Q-factor van de kringen. Dat is makkelijk zat. De Q-factor, geen hoge frequentie. Zijn er nog vragen? Alles begrepen? Nou, dan gaan we heel voorzichtig verder. Dan gaan we even, ik heb hem hier dus verticaal getekend, maar later vond ik dit duidelijk. Hè? Dat is dus horizontaal, maar hij zat eraan, dus ik heb hem er maar opgehangen. Dan krijgen we hier de FM-tuner. Die zit dus hier aan de zijkant. Op het zitje, het koperen kastje met die twee grote en die kleine lamp erop. Nou, dan komen we hier binnen vanaf de dipool eigenlijk op een perfecte manier. Deze buis die staat ingesteld op 12,5 mA. Dat gaat op het schermrooster vanaf, die zit er op ongeveer 10 mA. Die staat dus echt in A. Gevolg is dat er op sterke of zwakke zenders zijn, de capacitieve demping is altijd gelijk. Bernard, kunt u dat even een keer herhalen? Ja. Dan ga ik hier staan, Jan, doe ik dat. Ga ik hier even nu herhalen, Bernard. Het laatste stukje. Ja. We komen dus hier binnen. We hebben het grote voordeel, deze buis staat dus eigenlijk in A. Dat wil zeggen, of er een groot signaal of een klein signaal binnenkomt, de capacitieve demping op de antenne is altijd ongeveer gelijk. Er treedt geen verschuiving op, er zit een mooie grote getodeweerstand in. Eigenlijk een ideale manier van binnenkomen. En ja, een hoge opslinger, want we komen op het rooster binnen. Beter kan je niet binnenkomen. Deze is in 85 op kathode binnenkomen, ja. Het werkt, maar als je dit ernaast zet,
Maar nou gaan we verder. Dit is dus een perfecte inkoppeling. Kan u dit helemaal volgen? Moet ik hier nog iets bij vertellen? Dat u zegt, ik weet dat nog niet. Hier heb je dus de dipool. Breedbandig, afgestemd met 25 puf. Die zit dus in het toestel. Dit is dus een breedbandige kring. Die is afgestemd op ongeveer het midden van de FM-band. Loopt de beide kanten iets breed uit. En hier hebben we dus de koppelkring op het rooster. Dus eigenlijk op deze buis komt het hele spectrum binnen. Want je hebt maar één breedbandige kring. Dus alles, sterke, zwakke zenders, alles komt binnen. Dus dan zie je meteen hoe belangrijk het is dat deze buis ruim ingesteld staat. Ja. He, want wil je een zwak station horen ergens in Duitsland en er zit een grote zender, bijvoorbeeld Hilsen 4 of zo, zit ook op die band. En hij hoeft er nog niet eens naast te zitten, want die kring is breedbandig. Dus als je aan de andere kant van de band zit, kan je ook al last hebben. En dat heb je met deze niet, want de roosterruimte is groot. Dus de zwakke zender heeft ook altijd nog ruimte om op de grote signalen te zitten. Dat is het grote voordeel. Ik heb met deze 85 zelf meegemaakt als er een sterke zender in de buurt en sloot de antenne aan met de oscillator geschoven. Puur doordat er geen ruimte was. Dit is dus eigenlijk ideaal. Maar nou komt het. Hier ben ik een hele tijd over aan het nadenken geweest. Waarom zetten ze hier in feite, want je mag plus en min aan elkaar denken, tussen anode en massa, want plus is dus, kijk hier, vuuronkoppeling is dus voor wisselspanning massa, dan mag je ze aan elkaar denken, een weerstand van 130 ohm over de anodekring heen. Ik heb een sub zitten praktiseren waarom ze dat gedaan hebben. En na lang zoeken en nadenken en rekenen ben ik erachter gekomen. Dat hebben ze hierom gedaan. We gaan eerst even gewoon de anodekring berekenen. Hier komen we eruit met een koppelcondensator van 50 puf. En hier hebben we het anodesignaal. En hier op de helft wordt het eraf getakt. En wordt het op een heel hoog rendementen manier, wordt het hier via de oscillatorspoel en de koppelcondensator op het rooster ingekoppeld. Maar nou komt het. Hier hebben we de onderkant van de spoel van de oscillator. Die ligt normaal, ligt die aan massa. Maar om die oscillator goed in de band te houden, moet er een massa gecreëerd worden. Maar er moet ook worden ingekoppeld. Er moeten dus twee dingen gebeuren. Er moet op massa moeten zijn en er moet worden ingekoppeld. Hoe lossen we dat op? Nou zegt Max, dat doen we heel eenvoudig. Als je de kring van de andere kant bekijkt, dus als je dan laten we zeggen hier en hier bekijkt, dan heb je in feite een kring met een weerstand 130 ohm eroverheen. Die is dus zwaar gedempt. Dus je hebt hier een denkbeeldige nul. Gewoon een denkbeeldige nul. Want deze spoel staat tegen die spoel in. Alleen hier zit 130 ohm overheen. Want je mag plus en min in elkaar denken. Dus eigenlijk gezegd heb je twee spoelen tegen elkaar in. Die allebei aan massa liggen. Die ene dan in serie met die lage weerstand. Met als gevolg dat ik hier toch die hogere rendement inkoppeling kan hebben. Het halve nodesignaal. Tip top in orde. Maar dat ik toch ook een nulpunt heb. Want je moet een nulpunt hebben. Als je deze weerstand ook zou gaan verhogen, gaat je oscillator aan de zwier. En die gaat flink aan de zwier, want de oscillatorfrequentie ligt bij de FM onder de antennefrequentie. Dus dan gaat die flink aan de zwier. Dus dat hebben ze precies zo uitgerekend. Zijn er nog vragen hierover? Is het allemaal begrepen? Is het duidelijk? Want dan, ik wil het ook nog een keer vertellen als het nodig is, geen enkel probleem. Kunt u het achteraan ook allemaal goed verstaan? Nee, vraag. Waarom zit die verbinding aan het kierrooster bij de J80? Ja, ik weet niet zo heel veel van FM, maar dat moet ik weten. Waarom die op het stuurrooster zit? Nee, nou, het kierrooster ook. Ja, dat is het remrooster, maar dat ligt aan massa. Kijk, hier deze schakeling. Ook oh, ja. Dat is hetzelfde massapunt. Ik heb hier een lusje getekend. Die ligt gewoon aan massa. Maar hij komt op het stuurrooster binnen met alle voordelen van dien. Geen demping op je kring. Ja, en het belangrijkste is uiteindelijk, laten we eerlijk wezen, als je een ontvanger hebt, dan kan je beter een goed antennesignaal hebben dat goed binnenkomt en dan is nooit je wat minder ontvanger. Als je een hele goede ontvanger hebt en je hebt een beroerde ingangsschakeling. Ja. Dan krijg je ruis en weet ik van wat allemaal, een narigheid, een storing en een rommel door elkaar. En hier heb je een stevig signaal dat komt binnen en dan kan je ook later al met je AVR wat gaan doen als je terug gaat komen. Dat is gewoon heel belangrijk. Dit is eigenlijk het belangrijkste stuk van de FM-ontvanger dit. Wat hier gebeurt, die buis krijgt het hele spectrum van donderen en dat moet hij gewoon kunnen verwerken. Hij moet alles keurig netjes doorgeven en dat mag geen probleem zijn. En die anodekring, nou, die selecteert dus dat eruit wat je hebben moet, maar ook weer breedbandig. En dan komt het op de oscillator en daar wordt dus echt de 10,7 gemaakt. Hij komt dus hier binnen, wordt er gelijk doorgestuurd via 50. En hier vindt dus eigenlijk het mengen plaats. De oscillator versterkt dus eenmaal, dus het geheel wordt dus eenmaal versterkt. En hier heb ik dus, dat is heel leuk, hier heb ik een weerstand van 100 kilo ohm en er loopt een stroom van 4 microampère. En dan heb ik hier een spanning van 4 volt. Dus ik heb keurig netjes mooi ingestelde triode, waar ook weer mooi het grote signaal er binnen kan komen, zonder dat die
eruit loopt, en wat wordt het signaal hier te groot, dan krijg je op een gegeven moment het antennesignaal door als je later gaat sturen, en wordt het nog erger, en dan slaat hij af. Als je bij zo'n ECC85, als je er echt een flink antenne versterker voor zit, boosh, dan slaat hij af. Dan heb je zoveel negatief, sinds de rondgaande versterking minder dan 1, en dan nokt hij. Heb je alleen ruis. En trek je de antenne eruit, dan voelt hij er weer in. Dat is heel komisch is dat. Ja, ik ben zoveel met FM aan het experimenteren geweest, dat, ja, dan kom je al dat soort dingen tegen. En denk, hoe kan dat nou? En dan ga je redeneren en dan kom je erachter. En de spanning is altijd bij de ECC85 ook, altijd ongeveer, moet je met een hoofdmeetinstrument meten, een bouwstofmeter, ongeveer 4 volt. Dat is normaal. En dan ben ik wel eens ondeugend en dan zet ik er een PC189 in en dan wordt die 6 volt en dan ga je er weer in douwen. Maar dan heb je het nou dat je nodig hier weer gedempt wordt door de tarief van een PC189 veel lager is dan de ECC85. Maar ja, Bernard de Ling is altijd ondeugend, hè? Die doet altijd dingen die eigenlijk mogen proberen, dat hij bekend. Maar ja, proberen, hè? Dat is altijd verlokkelijk, hè? Zijn er hier nog vragen over? Nee, duidelijk. Is het allemaal duidelijk? Vraag? Ik bedoel, als u het niet hebt begrepen, wil ik het ook nog een keer vertellen, geen enkel probleem. Maar Bernard, waarom zie je die schakeling alleen maar begrundig? Nou, ja, misschien Philips. Philips heeft ook wel iets dat in die buurt komt. Maar ja, Grundig heeft een eigen ontwikkelingslaboratorium gehad. En wat ook gebeurd is, toen Grundig dus kort na de oorlog begon, hebben ze eigenlijk ongelooflijk mazzel gehad. Want Max was oorspronkelijk dus radiohandelaar, radiozaak in Voert, maar hij was wel heel technisch. En na de oorlog, in de oorlog hebben ze dus voor AEG transformatoren gewikkeld. En na de oorlog had hij een kapitaal van 7 miljoen. Maar hij was eigenlijk op dat moment werkeloos. En toen is hij dus in een fabriek begonnen met het geld. En toen had hij geluk. Bijvoorbeeld met de bandrecorders had hij geluk dat Telefunken, die is na de oorlog in 3 gesplitst. De oude Telefunkenfabriek is RFT geworden, DDR. Een gedeelte van de Telefunken-ingenieurs zijn in Hannover een nieuwe fabriek begonnen. En een derde groep is met Max Grundig samengegaan. Dus Max had de mazzel dat de bandrecordertechniek werd hem zo in zijn schoot geworpen. Ja, ja. En wat de concerten van Voert werden in de oude Philharmonie in Berlijn en de Bermoekerstraat in 1942, die werden al met banden opgenomen. En dat was Telefunken die die recorders gebouwd had. Dus dat kreeg hij zo in zijn schoot geworpen. En met de radio had hij zelf een hoop kennis. En er zijn ook verschillende radiotechnici van Telefunken, die hebben hem ook bijgestaan. En want je vindt ook bijvoorbeeld in heel veel groene radio's, vooral die oude types zoals de 2033 enzovoort, vind je dezelfde schakeling terug die ook in die oude Telefunken zat. En de bekende spanningstegenkoppeling, om even naar laag kent over te gaan. Vanaf de uitgang vroegen deze vanuit de anode in serie met een potmeter op een gedeelde roosterweerstand voerden ze het signaal als tegenkoppeling terug laag kent. Dat was Telefunken. En als je de 2033 en de 2035 van Grundig neemt, zit exact hetzelfde erin. Ook met een C'tje van 600 puff, alleen hebben ze om veiligheidsreden een aparte winning genomen. Dan kan je zuiver zien dat de Telefunken-ingenieurs hun kennis bij Grundig erin gebracht hebben. Dat vind je met, vooral laagkrent vind je dat heel veel. Bernard, ik dacht namelijk dat Max Grundig alleen maar een zakenman was, maar geen technisch. Nee, die was ook technisch en hoe. Oh, dat merk ik. Ik heb foto's gezien, ik heb dat boek helaas niet. Er is een blauw boek van Grundig, dat heeft een meneer uit Dreumel, die heeft me laten zien. Maar hij vroeg er €200 voor, dat heb ik dus niet gedaan uiteraard. En daar stond een foto in, heb ik gezien, maar ik heb dat boek doorgebladerd, ik wist niet wat er gebeurde. Daar zie je Max Grundig staan en er staat hier een toestel en hij heeft hier onder het toestel een brief gelegd met dit was uit het lab gekomen en wat er allemaal aan gebeuren moest eer dat het in de verkoop mocht. Want hij was niet makkelijk hoor. Ik heb een uitzending gehoord over Max Grundig en toen met de cassetterecorders. En het lab van Grundig had een cassetterecorder ontwikkeld met radio gecombineerd, zo'n plat ding. Wat eigenlijk niks is met een grammofoon ernaast, je kent ze al die plastic dingen. En Max Grundig werd pissig, die zette deugd niet. Hij had het ding zo uit het raam 3 hoog naar beneden gegooid, gelukkig niemand onder, maar hij heeft het wel gedaan. Hij was reuze driftig. Hij was echt, wat dat er gaat, was hij echt een driftkikker. Hij zei in het lab, en zag hij zelf het lab ingaan, opnieuw beginnen. Helemaal opnieuw. Dit is niks. Ja, maar dat is zo moeilijk. Dan wil jij de kwaliteit van het product maken. Hij stond op kwaliteit gewoon. Hoewel je helaas ook nog dingen gedaan hebt, denk ik, hoe hebben ze dat nou kunnen doen? Maar ja, de kathodeweerstand van die met 4 EL 5 9's. Ja, dat is gewoon ronduit radiotechnisch misdadig. Hè? Dat is rampzalig. Ja, dit is een ramp. Hetzelfde komt voor de Vox AC30 op gitaarversterkers. 4 eindbuizen EL 84 en 1,50 ting, 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 allemaal stuk. Ja, maar dat deden en dan zetten ze een doos naast.
Dat deden ze in Japanse versterkers, deden ze het ook. Deze ook, ja, klopt. Met 4x ACL 82. Ze sparen een kathode weerstand. Ze sparen wat weerstandjes uit, maar het is bloedlink. Rode potlood is onverbiddelijk natuurlijk. Ja. Uit concurrentieoverweging. Oh ja, maar het is natuurlijk. Je hoeft er maar één af te wijten en ze gaan stuk voor stuk gaan ze. Ik heb bij Groenlicht op het Grissenhuisplein wat meubeltjes gehad. Geluidsschor. We hebben een half jaar geleden die nieuwe eindbuizen erin gezet, nu is hij weer schor. Ja. Nu weer. 3-4 keer. Nou ja, ik haalde die kathodeweerstand eruit. Ik zette er 4x470 ohm in. Ik moet steeds smeren, elke weg. Perfect. En je krijgt ze nooit meer terug. Nee. En dan herstellen die oude buisjes en gedeeltelijk weer. En dan speelt die op die oude buisjes, speelt die ook nog wel. Ja. Echt waar. Ik weet wel, ik heb dus voor de schoonvader van Max, meneer Riemersma, die had een SO162. 4x1190 op één weerstand. Allemaal kapot. Nou, ik heb het hele zootje eruit gedonderd. Ik heb er 4x470 in gezet. Dan staan ze rustiger ook. Ja. Elke weggelaten. En wat gebeurt er? De EC83 is hoogohmig. Dus er is minder capaciteit bedempen. Dus die sturing loopt op. Dus een gedeelte van de versterkingsvermindering van de kathodeweerstand wordt opgevangen doordat die stuurspanning omhoog loopt. Dus hoge tonen, alles bereikt briljant. En je bent meteen die smerige kromming weer kwijt. Dus je krijgt een prachtig doorzichtig geluid. Maar hoeveel was die gezamenlijke kathodeweerstand? 120 ohm. Ja, dan is die loopt er iets minder stroom. Ja, daarom staat hij ook wat rustiger. Ja. Ik vind het heel belangrijk. Ze willen bijvoorbeeld ook uit een EL80, daar willen ze 6, 7 watt uithalen. Dat gaat niet. Dat gaat wel, maar dat gaat niet. Ja, als ik met mijn Suzuki'tje 140 rijden, dan haal ik niet eens Amsterdam. Nee. Dan staat hij aan de kant met de verbrande motor. En dit is precies hetzelfde. Hij kan het wel, maar niet lang. Hij moet het op zijn slot. Waarom gaan al die EL80's kapot? Omdat ze die fabrieken ze te hoog instellen. Ja. Zet er een kathodeweerstand in, geen 220, maar 270. Dan staat hij rustig. Ja. De 5490, twee EL80's. Schrik niet, gemeenschappelijk op 120 ohm. Druit het ding, 2x270 erin, dan staan ze ook wat lager. Nooit meer last. Maar waarom haal je aan die kathode ook al weg? Die laat ik ook weg, want dan komen die karakteristieken mooi in elkaar gelinkt te liggen. Wordt die kwaliteit nog een stuk beter. Maar wist u niet zelf niet dan? Denk je dan beter? Ik weet het niet. Het is met een raadsel dat ze gedaan hebben. Hetzelfde is met die TK47, daar hebben ze een kopstuurbuis om die kop te sturen. Nou, die schakelen ze met 68 k in de node. Dan zit er in de kathode zit een vette elko van 10 mf en een weerstand van 470 ohm. Dan heb je 0,6 volt. Zonder enige tegenkoppeling. Draai je ding even open, dat het open elkaar komt, begint hij al te vervormen. Draait het ding, die kathode weerstand naar 1 kilo ohm, elko weg. Anode weerstand naar 47 kilo ohm. Dan trekt hij 1,5 milliampère. Heb je keurig netjes 1,5 volt plus stroom tegenkoppeling. Je kijkt het oog helemaal over elkaar draaien en dan vormt hij nog niet. Clean. En dan hou je gewoon het oog aan, maar dan ben je wel een heel stuk van de vervormingsgrens af. Ja. En is je geluid veel mooier. Ja. En als je een normale symfonie opneemt, dan hoor je alle, ook met zware passage, de koren en de orkesten en de instrumenten hoor je allemaal uit elkaar. Of het nou hard of zacht is opgenomen. Ja, ik weet ook niet waarom ze het gedaan hebben, maar het wordt gewoon veel beter. Dat is gewoon schering en inslag. En schakelingen zijn er eenmaal voor verbetering vatbaar. Ja, het is gewoon zo. Het is, ik heb het allemaal geprobeerd en het is een eindeloos geduld. Maar je krijgt het mooier. De TK14, die doet met een sterretje. Een ECL86 triode. Schrik niet. Een kathodeweerstand van 1K8. Een vette elko eroverheen van 10 mf. En een anodeweerstand van 100K. 0,4 volt voorspanning. Als je hem even opendraait, vervorming. Draait het ding, 1K erin. Dan heb je precies, staat hier een A, 1 milliampère, 1 volt, 47 k aan de node. En dan komt er een geluid uit, dus 7 volt uit zonder enige vervorming. Hoeveel kilo was de kathode weerstand eerst? 1K. En dan niet ontkoppeld. Niet ontkoppeld. Die elko's die doen meer kwaad als goed. Dat is echt. En als je eens rekent, commercieel is het nog veel goedkoper ook. Ja. En daarom snap ik het dus niet. Ik ook niet. Voor mij is zo'n vraag als nu. Waarom doen ze dit? Want als je in al die duizenden recorders, al die duizenden elko's eruit kan laten, want elko's zijn verhoudingsvrij duur, het is veel mooier, het wordt beter en het is goedkoper. Hij is wel wat ongevoeliger, dat wel, maar je roosterruimte wordt veel beter. Ja, maar de stuurbuis ervoor, die zit met 180 k in de node, is ook hoog al, maar die komt ook omhoog dat er minder demping is. Ja, minder demping heeft hij dan, ja. Ja, er wordt minder gedempt, dus je hoge tonen komt ook beter op zijn recht. Je krijgt eigenlijk voor de voorgaande buis een kathodevolger effect. Een kathodevolger dempt ook niet. En de kathodevolger de lage weerstand dempt wel enigszins, maar minder als het er een elko overheen zit. Maar dat was even dus terzijde. We zijn eigenlijk helemaal van de 50-10 afgeweken. Er zijn dus geen vragen meer. Nee. Niets. Nou, dan gaan we heel voorzichtig naar het
laagfrequent gedeelte toe. Oh, Bernhard, weer even andersom gaan draaien. Ja, even kijken, ik kan misschien best zo gaan staan. Ja, prima. Ja. Kan iedereen het zo goed zien? Nou, dan komen we op een heel bijzondere basregeling. Dat is de linker schijf die u daar ziet. En dat is heel gecompliceerd. Hier hebben we de balansuitgang 7844. Hier hebben we een winding. Die is aan twee kanten gelijk. Die winding gaat met twee draden hier naar een potmeter van 10 kilo lang. Zoals u ziet. Die kan dus die kant of die kant opgedraaid worden. En hier zien we nog iets. Hier zien we continu vanaf deze winding, kan u het allemaal goed zien. Deze kant op zien we hier deze draad. En die komt hier 2,5 kilo lang. En is hier met 0,1 ontkoppelde massa. Hier komt dus uit fase. Hier wordt dus meegekoppeld. De 0,1 ontkoppelt het hoog in het midden. En het laag wordt meegekoppeld via deze 30K op het rooster met de EC40. Maar nou komt het. Deze condensator is hier 0,1 mF. Dat is een heel belangrijke condensator. De waarde van deze condensator wordt bepaald door de kast waar het toestel in zit. Zal u zeggen, hoe kan dat? Heb ik nou een gewone kast van 5010 die daar staat, dan heb ik hier 0,1. Later hebben ze er ook 0,05 ingezet. Maar heb ik nou een hele grote kast, een meubel, bijvoorbeeld de 8010 of de 9010, dan wordt deze condensator teruggebracht naar 0,025. Dat is dus een kwart van wat die hier is. Wat gebeurt er dan? Dan wordt dus niet alleen het laag meegekoppeld, maar ook het ondergebied van het midden wordt meegekoppeld. De boel wordt een stuk harder. Je draait de volumeregelaar terug omdat die harder is. En daarmee ook de overmatige bas die je zou krijgen. Doordat zo'n kast natuurlijk een akoestische onderbreking vormt, omdat die veel groter is. Dus de akoestiek van de kast bepaalt de waarde van deze condensator. Heel belangrijk. Dat zit er vast in. Maar nou komt het. Dan gaan we nog een stapje verder. Als deze potmeter op nul staat, is hier, behalve deze vaste spanning, op dit circuit hier geen spanning. Dan gaan we deze kant op, we gaan naar boven. Dan hebben we hier tegenfase. Hier wordt dus tegengekoppeld. De potmeter staat deze kant op. Tegenfase aan deze. Hier gaan we, hier gaan we. Nou komt het. Hier wordt dus weer, kijk, een weerstand van 1 kilo om de krommen te dempen. Hier wordt dus hoog midden, wordt dus uitgekoppeld. En het laag wordt, let even op, via deze 1K tegengekoppeld. Het laag, want deze condensator is groter dan die. Hier hebben we hoog plus een gedeelte van het midden, hier hebben we alleen laag. Hier wordt het laag tegengekoppeld. Hier ontstaat het laag, die twee staan tegen elkaar in. Vind je dat niet grandioos bedacht van Grundig? Ja, een soort brugschakeling. Ja, het zijn twee spanningen die dus tegen elkaar in staan. De ene koppelt mee, maar de andere koppelt net zoveel tegen, maar dan wel in het lage gebied. En dat is deze condensator, die is ook 0,5 mU, dus het gebied, zal maar zeggen, onder de 150 hertz, wordt hier dus tegengekoppeld. En het ondergebied, wat hier dus gedeeltelijk mee, dat blijft mee. Dus je houdt je middengebied, maar je laag wordt echt opgeheven. Twee spanningen tegen elkaar in, ze hebben twee zaklantaarnbatterijen tegen elkaar in, hetzelfde. Nul. Helemaal duidelijk of niet? Als er vragen zijn, vraag, want de bedoeling is dat u er echt iets aan heeft. Dit is echt door Max heel erg kopie bedacht. Maar nou moet je opletten, dan gaan we de andere kant op. We draaien de potmeter naar beneden. Moet kijken wat er gebeurt. Dit blijft allemaal hetzelfde. Hier hebben we fase.